Vandaag eigenlijk de grote dag hier. We zien hier heel veel volk, de nieuwjaarsreceptie. We staan hier eigenlijk een beetje mysterieus eigenlijk ook, hè? Ja, vandaag leggen wij als VZW Mystery Lab eigenlijk onze werking uit, wat we gedaan hebben, onze projecten van de voorbije jaren, maar blikken we ook op de toekomst. Op ons nieuwjaar treffen op de projecten die we in 2023 zullen realiseren. Daarvoor hebben wij de mensen uitgenodigd die wij willen bedanken voor mee te werken aan deze projecten, want het is ook door hen dat we deze zaken kunnen realiseren. Wat staat er eigenlijk specifiek op het programma? Want jullie hebben al een redelijke prijs al gehaald ook al. Kan je daar iets meer over zeggen? Ja, wel, u heeft het over de Dick Balzer Award die we wonnen. Het is een prijs die wordt uitgereikt in de UK voor projecten die te maken hebben met de magische lantaarn. In ons geval een project, het heet Spoken en Geesten, wat wij samen met Be Magic hebben georganiseerd vorig jaar. In de House of Mystery staat er inderdaad ook nog heel wat anders te doen. Ja, inderdaad. Zoals u reeds vernomen hebt, hebben we deze avond dus onze nieuwjaarsreceptie in samenwerking met Mystery Lab. Maar uiteraard, wij hebben onze reguliere Mystery Nights die we laten plaatsvinden hier in House of Mystery. Het is een avond vol vol magie, vol verwondering, vol illusie. De eerste volgende gaat door op 11 februari en we hebben dan nog een Mystery Night op 11 maart ook. En dan in april en mei en zo verder. Dus volg onze website, zou ik zeggen. Je zegt al mei, dan zijn we al stilletjes aan naar de Gentse feesten aan het kijken. Gaat er weer iets speciaals gebeuren in de Gentse feesten? Ja, uiteraard. De Gentse feesten is natuurlijk de highlight van de magie hier in Gent, ook in ons House of Mysteries. En we hebben dit jaar een speciale programmatie. Ik kan er nog niet veel over vertellen, maar we hebben ook een heel internationale show. En met een internationale ster, vorig jaar hadden we Aaron Crow, die heel gekend is in het buitenland, maar iets minder in België. Maar nu hebben we iemand die ook heel gekend is in Vlaanderen. Maar ik kan een tipje van de sluier pas volgende maand oplichten. Je bent hier vandaag onze speciale gast hier in de House of Mystery. Wat doet u eigenlijk allemaal in het dagelijkse leven? Yes, so in the UK I'm a performing magician, but aside from that I'm a historian undertaking a PhD at the moment in cultural history. My PhD is concerned with particularly with representations of gender on stage in Anglo-American magic straight after the First World War. So I'm interested in magicians like P.T. Selbit, who performed the illusion Soaring Through a Woman, but I'm also interested in Harry Houdini, and how his performances, both magic and public talks, were concerned with gender. I'm here this evening because I'm also the archivist of the Magic Circle, which is an organisation based in London, which is usually considered the most prestigious society for magicians in the world. That position meant that I gave a talk in London last year at a convention that was being held at the Magic Circle, and it was there that I met people from here at the House of Mysteries. And for this event, they've very kindly asked me to come along and present a talk similar to the one that I gave before, but perhaps with a bit more technique and method in it for a crowd of people that includes magicians, academics, that include historians and other people interested in the academic side of magic.